Dit is Wheels Agenda en we zijn aanwezig bij de première van Loft. Ja, om het toch dit iets meer begrijpelijk... Ja, het is al heel begrijpelijk en het script was perfect. Ik heb me zelf ook wel afgevraagd waarom dat eigenlijk nodig was. Maar de dialogen en het dialect wat in Loft, de Vlaamse versie, zit... dat moest gewoon net even vernederlandst worden. Ja, te gek. Het is echt een hele mooie rol. En ik had ook bij alles zoiets van Antoinette, ik vertrouw haar. Dus dat is gewoon... Ze heeft van alle vrouwenrollen en alle seksmomentjes... heeft zij gewoon zoiets goeds gemaakt. En dat is heel leuk om het zo direct short te werken. Ja, dat is een enorme puzzel geweest, want het is zo'n grote cast. Dat je zoekt 5 mannen waarvan je een geloofwaardige vriendschap kan neerzetten. Die moeten dan weer vrouwen hebben die daarbij passen. Dus het was op het laatste soort van schaken met poppetjes en een beetje schuiven op het bord van die daar, die daar. En uiteindelijk zijn we tot deze keuze gekomen. Houden we die types. Heren. Dat is mijn cadeau. Ben je serieus? Ik heb een pruik op in de film, dus dat helpt me ook heel erg om in het karakter te komen. Dus dat eigenlijk vooral. Mensen die eigenlijk niet goed kennen. Chico, hoe hebben jullie voorbereid? Ja, gaan we er meelopen? Ja, dat is toch een rol spelen. Ja, eigenlijk wel. En we kennen elkaar wel ook een beetje uit het theater. We zijn allemaal theateracteurs ook en we komen elkaar wel regelmatig tegen. En we hebben ook al wel met elkaar gespeeld, dus echt vreemden waren we niet. Oh. Ik hou van je en de rest is bijzaak. Hoe bedoel je? De rest is bijzaak. Ja, want het loont niet, zeg maar. Het kwaad wordt bestraft uiteindelijk. Ja, nee, dus het zijn leuke mannen ook om naar te kijken. En wat ze doen is minder leuk, maar dat is dan wel in zo'n vorm gegoten. Een beetje Fatal Attraction. Ja, heel leuk. Omdat de acteurs zijn ten eerste fantastisch. En een heleboel van ze ook vrienden. En ik vond Antoinette echt een geweldige regisseuse. En dat ze daar toch echt mensen van vlees en bloed van heeft gemaakt. Dat vind ik wel heel knap van haar. Ja, dat is oneerlijk. Nee, ja, het is natuurlijk een hele zielige jongen. Het overkomt hem eigenlijk eerder dan dat hij plant. En hij drinkt gewoon te veel. Ja, en dat is blijkbaar in Nederland vinden mensen dat toch snel sympathiek.